Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met het positief bericht op maandag 25 september. Ik weet niet of het nog nut heeft dat ik dit filmpje maak, want volgens sommigen zou af... Maar deze filmpjes maak ik dus gewoon rond de eerste van de maand 15 en rond de 15e van de maand ook weer tot het eind van de maand. Dus ik heb deze op 14 september gemaakt. Ik heb dus geen idee wat er op 23, 24 september gebeurd is. Mocht het heel ernstig zijn, nou, dan hoef ik geen filmpjes meer te maken. En mocht het meevallen, nou, dan zien jullie mij. Nou, wat leuk. Het is een 77-14-5 dag vandaag. En we gaan ervan uit dat de wereld gewoon heel erg verbeterd is na deze afgelopen 2 dagen. En dat we eindelijk in een stroom van prachtige harmonie komen met elkaar. In ieder geval is de stroom vandaag heel erg pittig. Het is best wel een pittige energiedag. Nou heb ik de Schumann nog niet gezien, want dat weet ik niet op 14 september. Alleen kan ik wel zien dat het een 77-14-5 dag is. En dat betekent wel dat dat best geestelijk en spiritueel op je afkomt. Zeker na wat er de afgelopen dagen is gebeurd. En we werken toe naar de volle maan. Dus de energie wordt steeds een beetje pittiger. Wat helpt op zo'n dag is bewegen. Veel drinken, letten op je zout en je suiker. Zorg goed voor jezelf. Als het je te druk wordt, dan doe je alle media maar even uit. Ga je lekker even wandelen, even je tuin op de natuur in. Dat helpt. Goed, wat voor kaart hebben we vandaag? Ah, nou, dat is dus een kaart. Wellicht dat er helemaal niks gebeurd is afgelopen weekend. Nou, dan zit je je dan zorgen te maken omdat er weer niks gebeurd is. Of er is heel veel gebeurd en maak je je daar zorgen over. Goh, wat een dilemma voor mij, hè? Wat moet ik jullie nou vertellen? Nou, het zal vast wel het een en ander zijn gebeurd. Alleen, heeft het dan aan jullie verwachtingen voldaan, ja of nee? Op deze dag, 14 september, kreeg ik van iemand uit dezelfde groep kreeg ik een bericht. Die was naar een lezing gegaan en... Eigenlijk was het hem tegengevallen. En toen spraken we daar even over. Want ik was ook naar eenzelfde soort lezing geweest. Van dezelfde persoon. En ja, hij zei, ja, maar ik had hoge verwachtingen. Ah, ik zei, dus door jouw hoge verwachtingen kon zij daar niet aan doen. Aan voldoen. En dat is ook zo met afgelopen weekend. Al weken zijn er... Nou, tuurlijk wat het opgeschreven. Zijn er filmpjes? Zijn er posten? Iedereen heeft er... Oh, 23 september! Wow! En dan gebeurt er niks. En dan kan je dus zo'n kaart krijgen. De zware 9, een van de zwaarste in de tarot. En hoe dan nu verder? Ja, als dat dan niet klopt, dan klopt dat niet en dat niet en dat niet en dat niet. En niks klopt meer. Dan kan ik nergens meer op vertrouwen. Jawel, je kan wel ergens op vertrouwen. Want als je dan uit die duisternis komt, die nacht, slaaploze nacht zeg ik altijd, hoeft maar een moment te zijn, hè? Dan zie je ook, ah, dat was het. Wij gaan met ons allen naar een mooie nieuwe tijd. En dat gaat niet van slag op stoot. Dat willen we ook niet. Maar we zitten wel in die wagen. Die zegenwagen die ons brengt naar een betere wereld. Alleen kan het niet zonder dat wij ons soms even zorgen maken over hoe we daar komen. Die weg daar naartoe, die zit soms vol slapeloze nachten. En toch gaan we er echt naartoe. Ik wens jullie een hele mooie dag en blijf vertrouwen houden. Dag lieve mensen.